Deze nieuwsuitzending is heel erg eenvoudig. Wij gaan Bijbel lezen. Een van de makkelijkste dingen die je kan doen als je een beetje volwassen bent. Dus is alleen voor 8 jaar en ouder. Kleine kinderen weghouden. En kijken of we Jörg Gliesman aan de lijn kunnen krijgen. Want dan gaan we namelijk oppakken bij Genesis. Wat doet mijn computer nou weer zo? Jeetje, Mina. Ik moet op internetles. Hoe kan ik nou Jörg Gliesman aan de lijn krijgen? Want hier zit dat stomme scherm. Oh, dat doe ik gewoon zo. Ja. Hallo? Is dat Jörg Gliesman? Ja. Hier spricht dem Perry Winkel, ja. Ah, dan die. Ja. Ik heb gisteravond een fles vodka meegekregen als dank. Als dank? Ja. Wat heb jij gedaan voor een flesje vodka te krijgen? Ja, dat vraag je mij ook af. Ja. Nou, je weet dat niet. Hey, het mooiste vind ik, wij gaan oppakken bij de 6e dag. Ja. Alsof we dat afgesproken hadden, hè? Ja, yep. Want ik heb hier de screencast aanstaan. Jij hoeft niet mee te kijken. Ja. Dat kan ik ook niet. Nou, dat zou je wel kunnen, maar dat hoeft nu niet, want je hebt je eigen Bijbel. Als je met Skype screen delen maakt, dan kan ik meekijken, anders niet, hè? Ja. Dat hoef je niet te doen, want jij hebt toch je eigen... Ja? Ik heb mijn Bijbel hier. Ah. Voor mij liggen. Ja, daarom. Dat is mooier dan een... Ja. En de kijkeraars kijken mee. Wij zijn toch bij vers 24. Ja, ik wist het al niet meer, ja. Want vers 23... En de evening en de morning wordt de 5th day. Dus 24 moet de 6e dag zijn. Ja, dat is. Dat is. Moet ik beginnen lezen daarmee? Ja, want jij praat beter Engels dan ik. Oh, Perry, sorry. Ja, ik heb niet anders gekund. Je hebt daar zo'n Engelstalige video gemaakt, waar dat je over Johnny Cerucci bezig was. Voordat wij dus nu met de Bijbelstudie gaan beginnen, moet ik daar nog eens een keer iets over zeggen. Ja, ga je gang, man. Ik heb mij echt moeten inhouden om niet heel die tijd te lachen met die manier hoe dat jij Engels aan het praten bent. En doe je dat nu met opzet op zo'n manier of kunnen echt niet beter Engels spreken? Vraag ik mij soms af. Ik heb mijn dochter... Je springt Engels gelijk een Russische kleuter. Maar op zo'n lieve manier, ik vind dat zo tof, ik heb zoveel daarmee moeten lachen. Johnny Cerucci. Ja. Ik heb met die mensen een keer e-mail contact gehad, via mijn e-mailadres die je kent, die ik hier niet vernoem. Maar die jij ook kent. Ja. En ik heb van hem denk ik 1 of 2 e-mails een keer gehad. Ik heb hem nooit persoonlijk gesproken. Uh-huh. Ik ben door hem op hem attent gemaakt geweest in een tijd door Wall Stickle. Uh-huh. Met die ik ja, ondertussen ook geen contact niet meer heb. Uh-huh. En ik heb dan achteraf alleen maar vernomen dat hij over mij iets gezegd heeft. Blijkbaar stond hem een of andere van mijn antwoord van die e-mails niet aan. Maar ik weet niet meer waarover dat ging. Uh-huh. En dat hij over mij dingen gezegd had. En dan vooral dat hij dus een video maakte waar dat hij de Koning James Bijbel Shakespearean Gibberish noemde. Absoluut. Ik heb dat ook zelf gehoord. Ja, dus ja, ik vind zoiets niet uit, hè. Dat heeft hem gedaan, hè. Ja. En dat was voor mij een absolute breaking point. En hij zegt in die video wat jij daar gemaakt hebt over mij, bij wijze van spreken... Van ja, ik heb mij bij Jörg geëxcuseerd.
of bij Joggler. Ten eerste heeft hij zich tot den Dag van vandaag, en we schrijven vandaag den 22. September 2017, heeft hij zich tot vandaag de dag bij mij nooit verexcuseerd. Nee. B, zal ik niet weten voor wat hij zich moest excuseren. Dat wil ik ook graag weten. Want kon hij jou beledigen? Ja, kijk, over het algemeen zal ik maar zeggen nee, want ik ben niet een van die mensen die denken dat ze een... hoe zeg je dat? Een kwetsbare eer hebben. Ja? Ik heb een zeer klein ego sinds dat ik een christen ben. Dat is een goede opmerking van jou. Sinds dat ik een christen ben, is ook heel belangrijk, want daarvoor had ik wel een ego. Hè? Maar nu ben ik mij daarvan bewust dat ik geboren ben in overtreding en zonde. En dat ik kan doen wat dat ik wil, dat ik nooit niet goed ben en dat ik nooit niet goed voor mijn vader kan staan. En dat ik Jezus Christus nodig heb om voor mij te gaan spreken en voor mij te interveneren. En om tegen de vader te zeggen van kijk, die Jörg die heeft een goed hart. Ja? Maar niet van mij uit. En als ik natuurlijk nog een of ander egoïsme zou hebben, dan zou hij mij kunnen beledigen, maar mij kunnen in feite niet beledigen. Nee. Mij ook dat niet. Enige wat veel mensen doen en wat ze ook veel op YouTube gaan proberen is, daar moet je een keer op letten als je mijn video's kijkt en een keer door de commentaren gaat kijken, als je dat doet. Wil een keer zien, zij kunnen mij niet pakken op de feiten, op die dingen die ik zeg, omdat ik alles onderbouw op basis van de Bijbel, die de enige waarheid op deze wereld is. Dus wat doen ze? Ze vallen mijn karakter aan. En dat is precies dat wat Johnny Cerucci in die video die jij gemaakt hebt ook gedaan hebt. Ja. Hij zegt, what the hell is a juggler? Ja, dat vind ik zo een... Ja, het is mooi dat je daarbij stilstaat, want dat soort mensen zijn er. Het zijn ook kinderen van God natuurlijk. Maar Johnny Cerucci die gaat zich verantwoorden voor de Heere Heere... dat hij jou heeft geassocieerd met de hel. Hij gaat zich daarvoor verantwoorden. Ja. Revenge is mine, saith the Lord. Kijk, mijn naam schrijft zich, of mijn avatar schrijft zich J-O-G-G-L-E-R. Als je een circusartiest bent die dingen in de lucht gooit en weer opvangt, een jongleur, dat is in Engels een juggler. Dat is J-U-G-G-L-E-R. Stimmt. En op dit moment, op dat moment, als ik die naam Juggler 66 koos, was mij zelfs niet bewust of bekend of whatever, dat eventueel in Engels een woord zou kunnen zijn. Ik heb daar nooit rekening mee gehouden. Waarom dan die volgorde van letters? Ja, ik zal je een keer uitleggen hoe dat die naam Joggler 66... Ja, doe het in het kort. We moeten gaan Bijbel lezen, want iedereen zit hunkerend te wachten. Ja, maar waarom dan Joggler? Wij moeten Bijbel gaan lezen, maar de mensen willen ook eens een keer persoonlijke achtergrond van ons weten. Jij smijt heel veel van jouw persoonlijke achtergrond in die video's waar je praat over de moeder van je dochter. Of de moeder van je kind, of hoe je het ook wilt noemen. En ik doe dat nog eens een keer in verband met mijn naam. Want ik word van veel mensen, tussen aanhalingstekens, aangevallen omwille van mijn naam. En we spreken nu ook over de zesde dag in de Bijbel. We spreken daar ook over de nummer 6. En de betekenis van de nummer 6. En daarom denk ik is het toch even belangrijk dat we daar stil bij staan en dat je mij die 5 minuten gunt die ik nodig heb om dat even uit te leggen. Ja, ga je gang. Als ik nog een puber was, ben ik soms naar de arcade gegaan, zo van die dingen, en heb op die computerspelletjes gespeeld, gelijk in een tijd Space Invaders en Pac-Man en al die dingen die we in de jaren... Leuk, dat heb je ook gedaan. Oké, ja. En als je gedaan was met spelen, kon je op het einde je initiëlen daarin schrijven. Ja, klopt. Er waren altijd maar 3 letters die je kon gebruiken. Mijn voornaam heeft 4 letters. J, O met 2 puntjes erop, R, G, Jörg. Ja. Dezelfde naam overigens
die Martin Luther droeg als pseudoniem, als hem op de Wartburg zich verstopte, voor de Romeins-Katholieke Kerk. Jonker Jörg was Luther zijn naam. Dus ik heb toen in mijn tijd daarvoor gekozen, in plaats van Jörg, J-O-G, Jok, mijn naam. En dat heb ik een hele tijd gedaan. En het was veel, 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 veel later. Het was, denk ik, pas ergens in de... En welk spelletje speelde je dan? Was dat Space Invaders? Of? Ja, zo Space Invaders en zo van die dingen. En Asteroids. Asteroids en ook leuk. Maar jij bent niet de flipperaar. Ja, Flipper heb ik ook gespeeld. Maar daar kun je je naam moeilijk ingeven, want... Dan moest je zoveel miljoenen punten halen, heb ik meestal niet gehaald. Ja, precies. Ik was ook niet zo goed in flipper. Ja. Allee, maar de punt die ik wilde zeggen, dat was ergens, denk ik, pas in het begin van de jaren 2000 of zo, dat ik ooit een keer, denk ik, ik kan het mezelf niet meer herinneren, dat ik op de naam Joggler kwam. Maar dat is dus in feite een verlengde versie van JOG, van Jog, dat een verkorting is van mij, is al redelijk korte naam. En dat is ontstaan omwille van dat mijn achternaam is Glissman. Dus mijn achternaam staat met GL. Mm-hmm. Ja? Dus mijn afkorting JOG. Mm-hmm. En dan van mijn achternaam GL. Maar Jogli, dat is niet zo leuk. Ja. Daar zijn een paar mensen gelijk de reuzenkleuter. Ja. Als hem dat ooit eens een keer ziet, dan zal hem weten wie dat ik daarmee bedoel. Die heeft mij soms Jogli genoemd en ik heb dat niet graag. Dus ik dacht, ik hang daar gewoon een ER aan. Joggler, en dat klinkt een keer leuk, zoals, weet je, zoals... Ja, wie een jongleur, wie een... Jij bent een nee, beetje een wel... niks te doen. Dat heeft met een jongleur niks te doen. Dat heb ik toch nu juist duidelijk gemaakt, dat het met een niks te doen. En ik zeg jou dat het qua klank lijkt op die persoon. Je moet het niet als... Jij mag niet beledigd worden, niet, zeer zeker niet... Door zo'n volidioot, wie de Johnny Cerucci. Daar mag ze niet beledigd van voelen. Ik weet niet, ik ben niet zo goed in Duits. Oké, nu vers 24. Ram hem erin. Nee, we zijn klaar. We koppen Bijbel lezen. Nee, ik ben nog niet gedaan. Oké, kom er nog meer. Dus, de afkorting eerst was JOG. Dan heb ik dat verlengd met GLER. Mm-hmm. En dat kwam in feite tot Joggler en dat is een beetje zo mijn roepnaam, mijn in Duits zeggen we Spitzname. Mm-hmm. Iemand wat je iemand zo kunt roepen. Ja, een nickname. Ik heb nooit veel mensen genoemd, maar ik heb dat altijd gebruikt als afkorting. En bijvoorbeeld, als ik ging pokeren, ik heb in de jaren 2005 en zo heb ik online gepokerd, dan was mijn avatar Joggler 77 en Joggler 66. Op PokerStars bijvoorbeeld noemde ik Joggler 66. Mm-hmm. Daar heb ik dat in de tijd voor gebruikt. En die 66 verwijst naar mijn geboortejaar, want ik ben van 1966. Ik zeg de mensen liever niet daarbij dat ik in de maand juni van 1966 geboren ben, want dat is de 6e maand. Dan zeggen ze van, Joggler 666, jij zijt een duivel. Ja, ik snap hem. Die kinderachtige dingen. Ik begrijp die witsen, ja. Maar dus de punt was, Joggler 66 was mijn Avatar en Joggler 77 was mijn Avatar op PokerStars en andere Pokersites, waar ik dan altijd ofwel met die nummer, ofwel met een andere nummer, ofwel met gewone naam Joggler gepokerd heb, online, altijd, jarenlang, tot ik er 2-3 jaar geleden mee gestopt ben. En dus de naam Joggler 66 was oorspronkelijk genomen omwille van mijn geboortejaar, 1966. Mm-hmm. Maar vandaag denk ik dat er toen blijkbaar al een diepere achtergrond zat achter die 66. En dat is, Perry, de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Wauw. Dat wist ik niet. Ja. 39 in het oude en 27 in het nieuwe, of 37 en 29, mm-hmm. Weet het nu niet precies, kunnen natellen, maar 66 boeken bestaat de Bijbel uit. Als ik mijn ouders vroeg waarom dat ik de naam Jörg gekregen heb, die ik als kind niet leuk vond, maar ik vind zijn naam als kind niet leuk, mm-hmm. Heeft mijn moeder mij altijd gezegd van, we hebben nooit een andere naam gehad voor jou.
ik was zwanger en de naam was Jörg. En we zouden zelfs niet geweten hebben welke naam je zou moeten gekregen hebben als je een meisje geworden was. Ai, amai, ja. En dan verbind ik daarmee, en nu gaan we eens een keer op de christelijke lijn naartoe. Het was dus bij wijze van spreken mijn ouders van voorhand klaar dat ik Jörg ging noemen. Waarom? Keine Ahnung. Mijn vader noemde Uwe Hinrich. Daar was geen Jörg in de familie. Ik weet niet waarom die vandaan heeft. Ik kan hem ook niet meer vragen. Mijn vader is 1992 overleden. Maar het punt is, ik heb dus om welke redenen ook die 66 gebruikt, van dat is mijn geboortejaar. En gelijktijdig is die 66 ook het aantal van de boeken van de Bijbel. En daar ben ik vandaag de dag des te blijer om dat ik die naam Joggler 66 gekozen heb. En ik kan die nooit niet afgeven. Ik zal niet weten waarom. Ja. Even een reclamemededeling voor de kijkeraars, luisteraars. Het kanaal van Jörg Gliesman, dat is YouTube/Juggler66. Kijk daar naar. Hij doet ook niet alleen zijn eigen werk, maar ook werk van andere mensen, uploaden. Kijk daarnaar. Dit was het einde van de reclame, nu mag jij verder, Jörg. Ja, op mijn hoofdkanaal laat ik alleen maar mijn eigen werk omhoog. En een beetje dat van Tom Press. Maar op mijn tweede kanaal laat ik ook werk van anderen omhoog. Op mijn eigen kanaal niet meer, dat is al gedaan. Zwart, wat wilde ik nog zeggen? Voordat jij begint, ja. Ja, ik wilde nog iets zeggen, maar nu weet ik niet meer wat dat was precies. Dus ja, over dat Joggler 66 gedoe hebben we het nu gehad, dat mag wel duidelijk zijn ondertussen. Ja. Waarom Joggler 77? Dat is mijn Skype-naam, die jij... Even voor de kijkeraars, ik heb een fout gemaakt. En fouten moet je opbiechten volgens de Bijbel. Ik heb een fout gemaakt. Ga maar door, Joggler. Juggler. Je hebt dat gewoon genoemd Joggler 55. Ja, dat was fout. Dat was fout. Ja, goed, dat kan gebeuren. Hè. Ja. Dat heeft ook niks daarmee te doen dat je dat moet toegeven. Dat je, iedereen kan zich een keer misspreken, hè, of iets misdoen. Hè. Is mij ook al gebeurd. Ja. Ten punt is, en daar komen we nu ook naartoe, omwille van dat we in Genesis, het eerste boek van Mose, het eerste kapitel vanaf vers 24 nu gaan lezen. Ja. De getallen 6 en 7 hebben een heel belangrijke bijbelse betekenis ook. Yep, klopt. En daarom is het goed dat wij dus eigenlijk de laatste keer gestopt waren met het einde van de vijfde dag. Ja. En dat we dus nu komen op de zesde dag. Klopt. En wij lezen dan dus in Genesis 1 vers 24, of Genesis 1 verse 24. Ja. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth after his kind. And it was so. Ik pak even mijn Nederlandse vertaling erbij. Ja, neem dat dan maar bij. Ik denk het al dat het een heel belangrijke punt is, die nog eens een keer duidelijk tegen de evolutie spreekt, omdat ook hier gezegd wordt dat de beesten, de creaturen, zoals hier uitgedrukt is, creature, die creaturen, zich naar hun eigen aard gaan voortplanten. Vind ik een zeer belangrijke punt. En nog een andere belangrijke punt die ik even wil maken. In Engels noemt het dus creature. Ja? Let the earth bring forth the living creature after his kind. Ook de mens is creature. En daar zijn spijtig nog heel veel mensen die denken van, ja maar dat is toch een beledigende term. Een creature, een creatuur, is voor mij iets wat gecreëerd is. Klopt, voor mij ook. En omdat de Heer alles en ook ons gecreëerd heeft, zijn wij zijn creaturen, zijn creatie. Ja. En dat is absoluut niks negatiefs. Dat vandaag de dag dat woord creatuur en dat woord creatie ook een negatieve tonatie gegeven wordt, is alleen maar daarmee te verklaren dat heel veel woorden die in het verleden iets anders betekenen, vandaag dit betekenen. En ik wil je even een keer twee voorbeelden geven. Aha. Het ene voorbeeld is, in Engels hoorde je bijna iedereen zeggen, en ik
kan je garanderen, van de 100.000 mensen, 99.999 zullen, als ze over hun kinderen spreken, in Engels, van hun kids spreken. Absoluut fout, ja. Ik weiger dat woord kids te gebruiken. En ja. Ik heb zelfs een dag of twee geleden nog op YouTube een commentaar afgegeven. Mm. En gezegd van, noem uw kinderen alsjeblieft die kids. Mm. Want kids zijn de beesten van geiten. Mm. Die beesten, de nakomelingen van mensen zijn children, kinderen, niet kids. En daarmee begint al een degeneratie. Ja. Dat men bij wijze van spreken kinderen al kids noemt. Yep. En dan heb ik het in Webster's 1828 Online Dictionary nagekeken. Dus dat is Noah Webster. Aha. Dictionary van 1828. Dat is een Bijbels dictionary. En als je daar vraagt naar de explanatie van het woord kids, dan krijgt hij precies dat gezegd wat ik juist gezegd heb. Het zijn de nakomelingen van geiten. Geiten, ja. Als Jezus in de hemel zit en wij met hem in het koninkrijk, dan zitten de geiten aan zijn linker en de schapen aan zijn rechterkant. Ik wil geen geit zijn. Ik wil een schaap zijn. Morgen zeg. Ja? En een ander woord dat heel vaak in het Engels totaal verkeerd verstaan wordt, is het woord gay. Dat vandaag de dag in de seksuele zin gebruikt wordt om uit te drukken dat iemand een sodomiet is. En ik zeg het met opzet sodomiet, ik gebruik niet het woord tussen aanhalingstekens homoseksueel, dat een politiek correcte term is, omdat politieke correctheid mij in de ars kan kijken, om een keer duidelijk te zijn en met de vorm van... Het is niet, nee, als ik je even in de reden mag vallen, het woord in de ars kijken lijkt mij niet politiek correct. Nee, alsof het is je wel vergeven door mij. Kijk, ik lees juist voor een ogenblik dat boek Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ja? Ah. Ik heb al 4 lezingen van telkens een dik uur opgenomen. Aha. Ik zit nog maar in pagina 27. Ja? En Martin Luther spreekt precies met deze woorden. Het is natuurlijk wel in Duits, dus ik weet niet of dat hier zomaar naar het Nederlands kan vertalen. Ik doe dat gewoon. En hij zegt dat der Papst ihm so in den Arsch gucken möge. Ei! Daar hebben ze natuurlijk vandaag de dag van gemaakt. Arsch lekken. Ja, bij wijze van spreken, je kunt mijn gat kussen. Dat maken ze daar vandaag de dag van. Luther spreekt alleen van kijken. Ja. Ja? En hij spreekt van hoe dat de paus varzen aan het laten is. Dus aan het protten is, of hoe men dan in Nederlands ook zegt, bij wijze van spreken. Ah. Luther heeft een zeer duidelijke uitdrukswijze in dit boek. Ja. En dat is geschreven 1545. En hij spreekt daarover in de ars te kijken. Ja. Hij spreekt niet van lekken of zo. Dat zou even te verduidelijken. Dat is een degeneratie van onze generaties vandaag de dag, dat wij zo dingen gaan. Gay of misbruiken. Maar dus dat woord gay, over dat ik even bezig was, dat had vroeger in het Engels, en dat kun je nakijken in elke dictionary, online of whatever, dat had vroeger de betekenis van gay is iets moois. Blij, ja. Dans. Proud to be gay. Dat was zo'n sodomiet. Die band. I am proud to be gay. Ik kan de naam zo opzoeken, maar dat doe ik niet. Want ik heb hier de Koning Jacobus Bijbel in beeld. En ik wil gewoon verder met die teksten. Ja, en we gaan ook direct verder. Sorry voor die afwijking, Perry, maar ik vind het wel belangrijk. Tuurlijk. Omwille van hier dat woord creatuur gebruikt wordt en dat vaak door mensen als een negatief woord afgestempeld wordt. Mm. Dat we eens een keer eventjes ons bezighouden met de etymologie of met de woordenkunde. Aha. Dat mensen dat misschien beter verstaan. Woordkunde moet je dan zeggen. Ja, woordkunde. Dat mensen begrijpen dat wij vandaag de dag vaak woorden gebruiken die vandaag een andere betekenis hebben als dat ze dat vroeger hadden. Ja. Hier staat gewoon letterlijk, ik ga het nu even op zijn Nederlands voorlezen.
En God zeide, dubbele punt, dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard. Vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was zo. Nu ga ik even door naar vers 25, want ik wil weten wanneer de mens kwam. De mens kwam op de zesde dag. Of niet? Ja. Yep. Of zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En dan komt-ie, dat is vers 26. Doe jij dit maar eventjes op zijn Engels. Nou, voor onze luisteraars. Vers 26. Vers 25 dan eerst, hè? Ja, kom maar, je mag reageren. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. Dus hier zegt God duidelijk in Genesis 1, vers 25, dat evolutie niet kan. Want de beesten brengen altijd maar naar hun eigen aard voort. Ja. Een olifant zal geen paard gebaren. Ja. Ja. Een kameel zal nooit een giraf gebaren. Mm-hmm. Een hond zal nooit een kat gebaren. Mm-hmm. Dat is nooit gebeurd in het verleden. Tenminste kan het niet bewezen worden. Mm-hmm. En het gaat ook nooit niet gebeuren, want God zegt van dat het niet kan. En nee. God zijn woord is wet. Oké? Ja. Vers 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Nu, als we hier deze kleine vers eventjes willen analyseren, dan moeten we al eens een keer beginnen met het woord man. And God said, let us make man. Je kunt de Bijbel lezen van Genesis tot Openbaring. Je zult dat woord human nooit tegenkomen. Klopt. Dat mag ik hem even, even voor de luisteraars, zal ik hem even in het Nederlands voorlezen. Dan mag je daarna doorgaan met de King James. Ja? En God zeide, laat ons, met een hoofdletter O, staat hier bij mij. Laat ons mensen maken naar ons beeld met een kleine letter O. Als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over het vee. En over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Ik vind het geweldig hoor. Het is ook geweldig. Iemand, alleen iemand, God opent zijn mond en zegt iets. En iets gaat gebeuren. Ah. Iets gaat ontstaan. Yep. Iets gaat geschept worden. Ja, precies. Dankjewel. Als dat niet fantastisch is, dan weet ik niet wat. Yep. Ja, klopt. Maar ik vind... Het is heel belangrijk dat we eventjes een keer bij dat punt stil blijven staan. Man. En human. Nu kunnen we zeggen van, ja maar Jörg, dat zijn Engelse termen. Wij hebben in Nederlands, spreken we van de mens. God heeft de mens gemaakt in zijn image of in zijn gelijkenis. Of zoals het in Duits zegt, lasst ons Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Menschen. Ja? Okay. Dat is dus alleen iets wat je in Engels hebt. Nu ga ik eens een keer heel brutaal worden. In Babylon hadden de mensen allemaal één taal. Er was maar één taal op de aarde, op den ogenblik. Totdat de mens gerebelleerd heeft tegen God. En God heeft de mensen verwarring gestuurd door de talen
op de mens neer te brengen. Ja. En ineens verstond A, B niet meer en C, D niet meer en E, A niet meer. Stimmt. Van dat ze allemaal verschillende talen hadden. Ja, klopt. Hij heeft dat dus gedaan om ervoor te zorgen, omwille van dat God niet wil dat wij ons verenigen. Het zij, we verenigen ons in de waarheid die in Jezus Christus ligt. Mm-hmm. Maar niet als mensen verenigen en dan nog tegen hem. Dat is rebellie. En dat rebellion, de nummer van rebellion, nummer van rebellie, van revolutie, is de nummer 13. En dat is toch heel vreemd dat 13 juist bestaat uit de nummer van de mens, 6, en uit de nummer van God, de goddelijkheid, 7. Mm. Neem die twee samen en je hebt een revolutie. Getallen kunnen heel krachtig zijn en heel veel dingen gaan uitdrukken. Wij lezen nu dat op de zesde dag God de mens gemaakt heeft. Dit is zo metafysisch. Dit is, ik wil dat de mensen die naar jou en mij luisteren begrijpen dat we hier de diepte ingaan. Jij mag verder. De nummer 6 wordt dus geassocieerd met de mens. En dat is uiteraard niet een mening van mij. Maar als wij de Bijbel nemen en we lezen Openbaring, kapitel 13. Daar lezen wij, en ik ga dat eventjes openslagen, dat is hier helemaal op het einde van mijn Bijbel. Mm-hmm. Ik weet het niet van buiten en ik wil niks misquoten, dus als we hier de Bijbel al hebben, dan haal ik ze bij en dan lezen we het voor, zoals het daarin staat. Openbaring, kapitel 13, daar staat, Here is wisdom, vers 18. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. And his number is 666. 666. Dat klopt. Ja. De nummer 3 is een belangrijke, heeft een belangrijke betekenis in de Bijbel. Mm-hmm. En 3 keren 6 wil zeggen 3 keren de man, 3 keren de mens. Ja, 666. Mm-hmm. Nu kunnen allemaal zeggen van ja, maar dat is Kabbalah. Nee, dat heeft met Kabbalah niks te doen, want Kabbalah is het misinterpreteren van vele getallen. De nummer 4 of 40 is in de Bijbel. Heel vaak komt ze voor en heel vaak heeft ze een belangrijke betekenis. Mm-hmm. 40 dagen van vasten. 40 dagen dat Jezus in de woestijn gaat en van de duivel verleid wordt. 40 jaar dat de Israëlieten door de woestijn lopen. Het nummer 40 heeft iets met reiniging te doen. De nummer 4 heeft iets met reiniging te doen. Mm-hmm. Dus vele getallen hebben daadwerkelijk een echte biblische betekenis. We moeten ze alleen maar verstaan. En ik ben daar ook geen expert in. Ik kan alleen maar zeggen, als ik de Bijbel lees, dan zie ik ineens samenhangen. Gelijk dat ik verleden keer gezegd heb, van het is goed dat we nu stoppen en dag nummer 6 volgende keer gaan doen, want op de zesde dag werd de mens geschept. De 6 is de nummer van de mens. Nu, de 7, Perry, is de nummer van God. Mm-hmm. Wat gebeurde op de 7e dag? Mm-hmm. God heeft gerust van al zijn werk dat hij gedaan heeft. Ja, precies, want ik ben ook opgehouden. Ja. Hij heeft de 7e dag geheiligd. Ja. Ja, dat is goddelijk. En hier heb je dus een conflict. Mens tegen God. De antichrist, de paus in Rome, die zegt dat hij de macht heeft het woord van God te veranderen. En dus de Sabbat van de 7e naar de 1e dag in de week verplaatst. Van zaterdag Sabbat naar zondag de 1e dag van de week. Ja. Omdat hij het kan. Gelijk in Daniel gezegd geweest is. The little horn, dat kleine horn dat eruit komt. Dat ogen en een mond heeft gelijk een mens. En dat spreekt blasfemie, godslastering tegen God. En die denkt tijden en wetten te veranderen. Dat wordt in feite een heel interessante Bijbelstudie waar we hiermee bezig zijn. We kunnen altijd niet met Genesis kapitel 1 waarschijnlijk kunnen gaan afsluiten als we zo verder doen. We hebben 31 versen te gaan, hoor. Wat lief?
Ja, we zitten nu pas op 27. Ja, ik vind en we hebben nog echt even. Ja, nee, dat mag allemaal. Ik vind het veel te belangrijk als daar gewoon. Nee, ik vind het ook. Ik vind ook dat je. Want ik heb een hele mooie geloofsuitzending. Jij weet dat ik geloof in geloof, toch? Nou, ik heb een hele mooie geloofsuitzending gemaakt met professor Dr. Marco Robinson. Gewoon Marco heet hij eigenlijk. Die verleer ik helemaal af. Je moet blijven bij het woord wat er opgeschreven is. Marco moet gaan. Die kan en moet dus gaan geloven dat er mensen zijn geweest die het goed bedoelden. Die hebben het woord opgeschreven en dat heet het woord van God. Zo is het. En hij is dan katholiek gemishandeld. Hij heeft niet eens te klagen. Hij was niet een koorknaap die gepakt is. Dat niet eens. Hij moet wel begrijpen dat in de Bijbel staat het woord van God. Punt. Even vers 27, om een beetje spanning op te houden voor de luisteraars. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Yep. Maar laat me nog eventjes een keer terugkomen, want we hebben die punt in feite nog niet afgesproken over man and human, wat ja. Ik zei. Dat ja, is een ja, Engels. Ja, goed zo. Ja, goed, keer erop terug. Ik weet precies ja. Waar je naartoe gaat. Dat probleem is ja, dat wij vandaag de dag weer zo ver zijn dat we één taal allemaal kan spreken, min of meer. Engels is vandaag de dag de voertaal op deze aarde. Ja. Dat wil niet zeggen dat je overal met Engels terechtkomt, maar in 90% van die plaatsen wel. Natuurlijk kunnen we zeggen van ja, maar dat zijn plaatsen, daar spreken ze Spaans, dat zijn plaatsen, daar spreken ze Frans. Ja, dat weet ik ook. Dat zijn ook plaatsen, daar spreken ze Mandarijns. Maar zelfs in die plaatsen waar ze Mandarijn spreken, kun je vaak met Engels als eerste andere taal verder. Dat is ook de reden waarom dat ik zo volhoud aan de Koning James Bijbel in Engels. Ah. Omdat God op voorhand wist dat Engels min of meer de voertaal in deze, op deze aarde zou zijn in de eindtijd. En daarvoor zorgde dat zijn woord in Engels ongecorrumpeerd bewaard bleef. Maar dus in Engels maakt men het verschil tussen man en human. Gelijk dat wij in Duits niet maken, want daar staat er ja in, God schuf den Menschen ihm zum Bilde. En in je Vlaamse of Nederlandse versie staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Ja. Of hoe heb je dat gezegd? Ja? Ik pak hem even controleren, wat in mijn MBG staat. Ja, ik heb jouw Bijbel hier niet voor mij, dus ik kan dat nee, dat mag niet hoor. Dus vers 27 in de MBG. Ik zit één ding te ver. Oké, ik ga even kijken. Of 26 kunt ook. Ja. Allebei hetzelfde. Ja, ik heb hem. En God schiep de mens naar zijn beeld. Voilà. Gelijk in Duits, hè? En God schuf den Menschen ihm zum Bilde. Of nach seinem Bilde, wie wir heute sagen würden, im modernen Deutsch. Ja. En daar staat dus in Engels, staat dat Wort man. Maar vandaag de dag horen we altijd, heb je dat alleen, human rights. Ik hou niet van human. Ik hou ook niet van womans. Ik ben humans en womans. Ik hou alleen maar van mannen. Ten punt is alleen maar, Perry, dat in Engels er een verschil is tussen man en human. Je hoort in de Engelse taal ze niet meer spreken over man, misschien nog een keer over mankind, maar over het algemeen wordt het woord human en humanity gebruikt. Ja, I know. Ja? I know. En dat is dus. Ja, maar jij weet dat ik een ongelofelijke hekel heb aan Engels. Hè? Ga maar door. Dat de kijkeraars het even weten. Ga maar door. I don't want to preach to the choir.
Ik weet dat jij van de meeste dingen die ik zeg op de hoogte bent. Maar we maken deze video's toch niet alleen maar om onszelf kennis bij te brengen. Maar toch voor al die mensen die hiernaar kijken en luisteren zeker. Jazeker. En die zijn zich daar vaak niet van bewust. Of hebben daar nog nooit bij stilgestaan. Hoe vaak is dat niet dat je gewoon woorden gebruikt zonder daarover na te peizen? Hmm. Dat is nu Vlaams, hè? Dat komt uit het Franse. Ja, na te peinzen. Even voor de luisteraars, na te peinzen. Je hoort iets en dan doe je je hoofd in je handen en dan ga je denken. Of zou het tenminste moeten, af en toe. Ja, af en toe ja. Je hebt bijvoorbeeld als je moet ontlasten of je moet, dan ben je alleen op het toilet, lekker met jezelf en dan denk je na. Ik weet dat. Zal iets voorvallen, ja. Wij zijn geschapen, want de zesde dag, de eerste vijf dagen, de eerste vijf era's, de eerste vijf tijdperken, moet je eigenlijk zeggen. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, mag je van mij zeggen, maar het blijven tijdperken. Want, als je dat zegt, dan... Ach, je weet. Eerst was het licht. En daarna de zon. Als jij van tijdperken spreekt, Perry, dan geef jij de kritieken van de mensen die aan de Bijbel kritiek uitoefenen, olie op het vuur. Oké, noem het gewoon dagen. Het zijn 24 uur dagen, gelijk dat wij ze vandaag ook kennen. Ja. En geen tijdperken. Het waren vijf... Het gaf vijf momenten. En toen was het klaar. En werden wij geschapen. Op de zesde dag. Dat geloof ik. Er moest eerst tijd zijn, toen moest er licht zijn, toen moest er een zon. Je moest dus weten hoeveel werk God gedaan heeft. Hè? Er moest er licht zijn, en toen een zon zijn, en toen wij. Toen ons huis, dat is door God geschapen. Ons huis is deze aarde. Die is door God geschapen, niet door mij. Ik leef in het huis van mijn Heer. En ik ben de meeste motherfucking bojo die er is. Althans, dat probeer ik te zijn. Ik probeer creatief te zijn. Want God is een creator. En ik hoor zijn evenbeeld te zijn. Dus ik moet creëren. En niet alleen ik, jij ook. En onze kijkeraars ook. Nu mag jij. Lees hem even voor. Maar Perry, wij kunnen niks creëren. Wij kunnen alleen maar dingen gebruiken die hier zijn. Creëren kunnen wij absoluut niks. De mens heeft nog nooit iets gecreëerd. De enige die iets kan creëren, iets nieuws scheppen uit het niets, is God. En niemand anders. Ja? Dus ik kan niks creëren en de mens kan niks creëren. Dat eventjes maar een keer ter verduidelijking. Wacht even. So God created man en jij bent man. Huh? Mm-hmm. In his image. Ik sla even de schuin geschreven over. Mm-hmm. In the image of God created he, him. Hij wil dat wij scheppen. Nee, dat heeft hem nergens niet gezegd. Waar heeft hem dat gezegd? Waar staat dat? Omdat hij ons creëerde in zijn eigen beeld. Hij heeft gezegd dat wij ons de wereld die hij geschapen heeft onderdaan moeten maken. En dat wij over de wereld voor hem moeten heersen. Hij heeft nooit niet gezegd dat wij iets moeten gaan scheppen. Sorry. Toen mij de Bijbel vers van de wind staat, Perry. Oké, daar heb je mij. Maar
sorry voor mijn maar. Hè? Creatief zijn, dat is het. Allerlei mensen zitten te zeuren over de aanslagen van 11 september 2001. Wees daar creatief mee. Je moet daar op een of andere manier tegenin gaan. En nou die mooie dubbele punt. Nu mag jij aan het woord. Wat staat er achter die dubbele punt van vers 27? Maar ik kan niet zomaar eventjes in de Bijbel verder, Perry. We moeten dat eerst... Oh ja, ik heb geen deelscherm, ja. Ja, sorry. Ik kan niet zomaar verder. Ik moet daarover moeten gaan spreken. De mens heeft nog nooit iets gecreëerd. De mens heeft alleen maar dingen gebruikt die hier op deze aarde zijn. Klopt. God zegt van, Klopt. Ik heb de aarde gemaakt en de aarde is van mij. Ja. En alles wat erin is, is van mij. Klopt, ja? klopt. En de enige die iets uit het niets kan creëren is God. En we zien dat in Genesis 2, waar dat hij voor Adam uit de aarde alle dieren van deze wereld maakt. En ze hem toont en Adam elk dier zijn naam geeft. Adam is de enige mens die ooit op deze aarde geleefd heeft, die God persoonlijk heeft iets zien creëren. Des te erger dat hij zich van zijn vrouw heeft laten misleiden. Oké, lees even voor. Wij mensen kunnen niks creëren. We kunnen alleen de dingen gebruiken die God ons in zijn creatie gaf. En ik vind dat een heel belangrijke punt daarin. Dus nu maken we een andere video en doen daarmee verder. Maar die punt moet ik eventjes duidelijk maken. Jij weet even goed als ik, als waarschijnlijk de meeste van onze toeschouwers, dat global warming, globale verwarming, dat de verandering van het klimaat niet bestaat. Ik veronderstel stimmt, dat jij stimmt, dat weet. Stimmt. Oké. Dat wat wij vandaag de dag meemaken, dat zijn de uitwerkingen van het vijfde boek Mozes, kapitel 28. Deuteronomy, chapter 28. Mm-hmm. Ja? Lees dat. Daar gaat het over de zegeningen en de vloeken. Mm-hmm. De zegeningen die over de mensen zullen komen als zij het woord van God naartoe luisteren. Ah. Gehorchen, zoals we zeggen in Duits. Als ze daar trouw aan zijn. Ah. En ook de vloeken die over de mensen en de aarde zullen komen als dat niet zo is. Yep. Dus als je dat leest, dan weet je heel goed dat bestaat geen globale verwarming. De punt is... Nee, ik hunker naar globale verwarming. Dat moet ik nu afmaken. Ja. De paus spreekt altijd van onze aarde. Onze moeder aarde. De aarde is van de Heer en van niemand anders. En niet van de paus en niet van ons. Wij zijn erop gezet om voor de aarde te zorgen. Maar de aarde is niet van ons. En daar begint al de eerste rebellie. Ik neem God die aarde weg die hij gemaakt heeft, die van hem is. Nu de Nederlandse vertaling van vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Dubbele punt, komma. Naar Gods beeld schiep hij, met een hoofdletter H, hem. Man en vrouw schiep hij met een hoofdletter H hem. Ik vind het prachtig. Ja, ik vind het gewoon mooi, Jurk. Dat is het ook. Maar we moeten toch eens een keer daarbij stilstaan dat wij hier alleen maar zijn omwille van dat God wilde dat wij hier zijn. Dankjewel dat je dat zegt, ja. En niet omwille van dat wij willen dat wij hier zijn. En wij hebben niet het recht om dingen te doen die bij wijze van spreken de paus ons laat doen of wil inreden dat wij ze moeten gaan, inspreken dat wij ze moeten gaan doen. Mm-hmm. Dat hele gedoe over de global warming, over de klimaatsverandering, over de, ik weet niet, hoe noemt dat überhaupt in Vlaams, de global warming, de globale verwarming, weet ik wat, al deze... Ja, de algemene heetheid. Ja, de hele, feeling, de hele hot, Gaia, hot, hot. Ja, de hele Gaia-beweging die daarmee samenhangt, dat is heidens.
Ik en weet het, ik gewoon, weet het. Dat heeft gewoon weg daarmee te doen dat de paus bij wijze van spreken zegt van deze planeet, en de aarde is geen planeet, daar begint het al mee. Absoluut. Dankjewel. Even interrumperen voor de kijkeraars. Waar wij wonen is niet een planeet. Op Mars of op Venus of Mercurius kan je niet wonen. Hier zijn, hoe heet dat eigenlijk, van die patatten, frietkotten? Frituur, ja. Hier heb je frituren. Niet op Venus. Terwijl op Venus is het een stuk heter dan hier. Maar daar zijn geen frituren. Wij wonen niet op een planeet. Wij wonen op een wereld. En het universum draait om ons heen. Dat is mijn geloof. Nu mag jij verder. Het verschil tussen een planeet en de aarde is, de planeten zijn, zoals het geschreven staat, wandering stars. Wanderende sterren. Dat klopt. Planera, ja. En de aarde staat vast. Ja, klopt. Of dat ze nu vlak is, of dat ze een bol is, dat maakt mij geen bal uit. Dat heeft daar ook niks mee te maken. De punt is, de aarde is het centrum van het universum en alles draait rond de aarde. Ja. En juist daarom leert de antichrist dat de aarde zich om alles draait, namelijk juist het omgekeerde. De antichrist maakt ons duizelig. Je moet gewoon zien dat alles wat dat de paus zegt, draait dat 180 graden in het omgekeerde en je hebt de waarheid. Heb je mooi gezegd. En met de aarde en met de schepping is dat allemaal hetzelfde. En nu jij, we zijn... Laat me dus een keer uitpraten, alstublieft. Please, wij gaan dus niet vallen voor deze Gaia-leer en global warming en alles. Hmm. En dat wij mensen iets aan deze planeet moeten doen. Want de paus wil ons daarmee alleen maar indoctrineren dat God dom is. Dat God, als hij de aarde schiep, de aarde op een manier gestapeld heeft, dat hij geen rekening daarmee hield, dat we zo en zo veel mensen zouden kunnen zijn, en deze aarde ons niet zou kunnen ondersteunen, ons niet zou in leven kunnen gaan houden. Dat is de leer van de antichrist, dat is de leer van de paus, dat is de leer van de globale verwarming, dat is de leer van de humanity in plaats van mankind. En dat moet men eens een keer gaan begrijpen. En als men dat al begrepen heeft, dan is men al een hele stap verder. Laat het met uw gezicht zijn. Dan begint de stilletjes aan een keer erachter te komen van... Aha. God is perfect. Ja. God kan geen fouten maken. Klopt. Als hij ons deze aarde geeft, dan heeft deze aarde alles wat wij nodig hebben om erop te leven. En als je 50 miljard mensen op zouden leven, dan zouden 50 miljard mensen erop kunnen leven. Absoluut. Als 50 miljard mensen op deze aarde niet kunnen leven, dan is het niet omwille van dat God daar niet voor voorzien heeft, dan is het omwille van dat de mensen naar de mens luisteren, die hem zegt dat hij te veel is. Hoeveel mensen vind jij dat er op deze aarde mogen, kunnen en moeten leven? Je hebt dat monument, de Georgia Guidestones. Georgia Guidestones, ja. Van R.C. Christian opgericht, by the way. Ja, jij bent gelukkig kennend. Ja. Dat aantal is 500 miljoen. 500 miljoen, ja. Zoveel slaven hebben ze nodig, hè? En nu jouw mening. Hoeveel mensen kunnen op deze aarde verblijven? Zoveel mensen als er zand aan de stranden van de meer is. Omwille van dat God zegt van, be fruitful and multiply. God heeft de mens geen getal meegegeven. Hij zegt in vers 28, and God blessed them and said, and God said unto them, man and woman, that he created them, be fruitful and multiply and replenish the earth.
God heeft ons keer en onderwerpt die aarde. Bovengrens gegeven van die wijde. Even kijken naar de Nederlandse vertaling voor de luisteraars. Ja. Ja. Vers 28. En God zegende hen. En God zei tegen hen. Ja, precies. Ik pak hem op. Ja. En God zegende hen. Dat was de man en die vrouw. Die vraag hebben wij overgeslagen. Maar God zegende de man en de vrouw. En God zeide tot hen, de man en de vrouw, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Het lijkt mij duidelijk hoor. Dus heeft God ons een bovengrens gezet? Heeft hem gezegd, wij vervulden u totdat je 500 miljoen hebt en dan stopte? Nee, helemaal niet. Hè? Heeft God gezegd, van doe zo ver totdat je 10 miljard bent en dan stopte? Nee, helemaal niet. Trouwens, de getallen miljard en miljoenen bestaan niet. Hè? Dat zijn menselijke uitvindingen. Hè? De Bijbel spreekt alleen maar van 10.000 keren 10.000. De wereld is deze zo. De wereld is zo. Met die rondgesmeten wordt, zeker in de wereld. Laat me toch een keer uitpraten. Ja, kom maar. Ja? Dan, deze getallen die geschapen zijn, zijn alleen maar ervoor geschapen dat ze ons abstract voorkomen, omdat wij daar geen voorstelling van kunnen maken. Wie kan zich nu een reële voorstelling maken van 1 miljoen kersen in zijn slaapkamer te hebben en die allemaal op te eten? 1 miljoen wat? Kersen. Kersen. Krieken, desnoods. Kersen. Ja, krieken. Om ze op te eten, van die vruchtjes. Weet je, die kleine rode vruchtjes? Cherries. Ik kan mij 1 miljoen niet voorstellen. En als ik het zie, dan zal ik het moeten natellen om het te geloven dat het 1 miljoen is. Aha. Ik kom van Duitsland, daar hebben ze in de jaren 20 een inflatie gehad. Daar betaalde je 's morgens een brood met 10 miljard mark. En 's avonds kostte datzelfde brood 50 miljard mark. En als je die niet had, dan had je pech, dan had je honger en dan ging je maar dood. Het is gelijk zo vele miljoenen toen doodgegaan. Die katholieken zijn zo slim. Hè? Deze getallen kan men zich als gewone mens niet voorstellen. Zij spreken daarover dat de Verenigde Staten van Amerika meer dan 50 triljoen schulden heeft. Wie kan zich zo'n bedrag niet voorstellen? Maar dat is de mens. Die goochelt met zo'n getallen en verwart u daarmee. God doet het allemaal duidelijk. God spreekt van 1000 × 1000. Dat is ook 1 miljoen. Maar hij zegt niet 1 miljoen. God schrijft van 1000 × 1000. God schrijft van 10.000 × 10.000. Dat is dan 10 miljoen. Maar dat is dan ook. Ja? En geen miljoenen, geen miljarden, want God is niet de God van de verwarring. De mens heeft een God van verwarring. De duivel. Klopt. En zijn vertegenwoordiger hier op aarde, de paus, de antichrist, de bijbelse, historische en profetische antichrist, het pausdom. Wat mooi dat je die drie namen noemt. De bijbelse, historische en profetische antichrist. Ja. Laat mensen zich maar eens zorgen gaan maken. En daarmee bedoel ik zorgen voor kinderen. Want alle kinderen zijn kinderen van de Heer. Heer. De Heere, Heere. Wij zijn allemaal kinderen van de Heer, de Heere. Ja. Onze vader, onze biologische, aardse vader is een kind. Wij zijn een kind en onze kinderen zijn de kinderen. Ja. We zijn allemaal kinderen van dezelfde vader. Ja, het probleem is dat we allemaal broers en zussen zijn. Klopt. En daar geen hiërarchie tussen is. Absoluut. Hij vroeg mij laatst iemand of ik een anarchist was. Ik zei ja. Dat zou ik ook direct bejaard hebben, ja. Maar de meeste mensen verstaan niet wat anarchie is. Aha. Anarchie is gewoon een gemeenschap waar mensen met elkaar kunnen gaan leven, waar geen hiërarchie is. Ja, klopt. Waar de mensen
gaan vandaag de dag geïndoctrineerd krijgen dat anarchie wetteloosheid is. Anarchie heeft met wetteloosheid niks te doen. God heeft deze wereld anarchisch geschapen. Ja. Want hij zegt, jullie zijn alle broers en zussen. Dat staat toch ook in Daniel. Ik heb zo'n zin om met jou ook over die drie koningen. Er was Samuel, was die profeet. En het volk Israëls vroeg om een koning. Oh ja, 1 Samuel kapitel 8. Daar heb ik een video over gemaakt. Hebt u dat niet gezien? Nee. Dat zou je dan eens een keer moeten gaan zien, jong. Dat is het. Ik zei ook tegen hem, ik ben anarchist, want ik ben christen. Ik zeg het ook tegenwoordig. Want ik zeg het gewoon. Ik hou van egalitarisme. Ik hou van gelijkheid. Ik hou niet van materialisme of zo. Dat is mijn ding. Ja. Ah, en jij ook. Jij houdt er ook niet van. Ik hou vooral niet van een mensengemaakte hiërarchie. Ik hou van de hiërarchie die God ons gegeven heeft. En hij God zegt van, wij zijn allemaal broers en zussen. Ja. Jezus Christus is het hoofd van onze kerk, van onze gemeenschap. Mm-hmm. En we zijn allemaal één in Jezus Christus, met Jezus Christus. Kinderen van de hemelse vader. Ja, exact. Daar komt het heel simpel op neer. Ja, ja. Zo eenvoudig, hè? Ja, dat is het probleem, Perry. De waarheid is zo simpel. Daarom moet je hier op deze aarde zo vaak of zo veel naar school gaan. En zo waanzinnig veel leren, omdat de mens alles compliceerd maakt. Omdat klopt. De mens zegt van, als het niet gecompliceerd is, kan het niet juist zijn. Want denk je waarom dat wetenschap, ja, tussen aanhalingstekens, zo moeilijk is. Wetenschap is heel simpel. Maar de mens maakt het moeilijk omwille van dat hij het wil beschermen en bij wijze van spreken ervoor wil zorgen dat maar weinigen dat weten. En als je dat weet, als je dat studeert, dan is dein punt, als lang als je dat studeert, ja, maar dan studeerde jij niet de Bijbel. Dan studeerde jij niet het woord van God. Dus hou je maar bezig met deze onnozele dingen, als lang als je maar niet de Bijbel studeert. En weet je hoe ze dat noemen, Perry? De Jesuiten hebben dat opgericht in de 16e eeuw en dat noemt Medici Learning. Learning against learning. Het leren tegen het leren hebben ze gezet. Namelijk het leren, het studeren in de Bijbel naast het profane studeren van menselijke dingen. Die profaan en onbenullig zijn. Klopt. Stimmt. Het ergste is, Perry, dat je altijd maar zegt dat ik gelijk heb. Het is erg om altijd gelijk te hebben. Ja, je hebt gewoon, ik wil niet zeuren, maar er zijn dingen en die gaan over. Ik heb het met jou gehad over het verschil tussen model en realiteit. Mm-hmm. En het model, daar weet ik alles van. Ik heb zelf modellen gemaakt. Er waren best goede modellen. Modellen. Het zijn modellen. Over Arthur Schopenhauer. Der Welt als Wille und Vorstellung. Der Wille und Vorstellung. Er is een verschil tussen hoe het is en hoe wij denken dat het is. Mm-hmm. En de Bijbel, dat weet ik dus zelf, ja, dat is dan mijn ding. Ik vind dat realiteitsspraak. Om het maar even op zijn George Orwell's, weet je ook alweer, William Blair of zo? Reality speak. Arthur. Arthur Blair? Ja, wacht. Hoe heet hij ook weer? Ja, George Orwell was een pseudoniem. Ja, ik weet het. Eric Arthur Blair, dat was het. Eric Arthur Blair, ja. 1984, geschreven...
heeft meer dan 20 jaar voor de BBC gewerkt. Ongelofelijke homo, in de slechte zin van het woord, als ik dit mag zeggen. Ik ben blij dat ik dat boek niet geschreven heb. Tenzij hij van onze kant was en ons wilde waarschuwen. Nee, want dit komt er aan mij. Ach man, ik vind het zo'n stom boek. Hij was jezuïten getraind. Wat bedoel je, 1984 of Animal Farm? Oh, die andere. Dat is de van Dinges. Weet ik weer. Nee, Animal Farm. En dan heb je nog Brave New World. Dat is van Huxley. Huxley, ja. Aldous Huxley. Aldous Huxley. Ja. En Aldous Huxley, zijn broer, Julian Huxley, werd de eerste voorzitter van de UNESCO, by the way. Ja, dus. En als je weet wie de UNO en alle bijhorende organisaties opgericht heeft, dan weet je van welk kind dat dan nu geef ik jou de mogelijkheid om Aldous Huxley en Julian Huxley zoveel mogelijk te verminderen. Hoe bedoel je dat ze verminderen? Je moet dat verminderen. Wat bedoel je met verminderen? Ik versta dan niet wat je wil zeggen. To denigrate. Ah ja, waarom? Worden die mensen opgehemeld of wat? Precies. Ja, dat is dan verkeerd, hè? Dat is gelijk met George Orwell, hè? Dat ze zeggen van, ja maar kijk wat George Orwell geschreven heeft en wauw, en kijk eens, alles komt uit wat die geschreven heeft. Ja, gelijk dat de mensen denken dat de protocollen van de ouderen van Zion allemaal doorkomen en niet begrijpen dat het niet door de Joden geschreven is, maar door de Jezuïten. Yep. En Eric Arthur Blue. Ik ga even voor de luisteraars. Ja. Jullie luisteraars gaan even het ding even terugzetten en luister nog een keer naar wat Jurk Gliesman zei. Nu ben jij weer aan het woord. De protocollen van de ouderen van Zion zijn geschreven door Abbé Baruel, een jezuïtenpriest in de 18e eeuw. Hmm. En niet door de Joden. Waarom hebben zij zo'n hekel aan Joden? Oh, omdat de Joden ons de Bijbel gebracht hebben. Wij zijn toch alleen maar christenen dankzij de Joden. Romeinen 10. Romans 10. Wat staat er? Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Okay, dan pak ik Romeinen 10 er ook even bij. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. For Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. But the righteousness which is not of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is, to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is, to bring Christ again from the dead. But what say, is it Romans 11? Ik denk dat het Romans 11 is. Even zoeken. That they made a stumbling block. Moet dat echt even hier gaan zoeken. Ja, hier. Romans 11. And David said, let the table be a snare and the trap and a stumbling block and reverence unto them. Let their eyes be darkened and say, then have they stumbled that they should fall? Huh? Romans 11, chapter 11, verse 11. That they should fall, God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Romans 11, verse 11. Again, I say then, have they stumbled that they should fall, they, the Jews, Israel, have they stumbled that they should fall, God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them, the Jews, to jealousy.
Nu, what's the difference between jealousy and covetousness? Het schakel je mooi over naar Engels. Ik ga even in het Nederlands. Ja, dat, dat mag. Jaloers bende op iets wat bij jou behoort. Uh-huh. Begeren doe je iets wat niet bij jou hoort. Bij wijze van spreken, als Perry een schone auto heeft. En ik zeg van Perry, ik ben nijdig op jouw auto. Ik wil jouw auto hebben. Dan begeer ik iets wat niet van mij is. Maar Perry was getrouwd met een vrouw en had daar een kind mee. En een andere wend kwam daarbij en heeft die vrouw weggepakt. En Perry was jaloers. Omwille van dat die wend die vrouw afgepakt heeft van hem. Die vrouw behoorde bij hem. Die Ferrari hoort niet bij mij. Die Ferrari van Perry, die kan ik begeren, maar dat is verkeerd. Ja, behalve dat ik geen Ferrari had. Maar, okay, ja. Ja, maar ik weet... Hey, ik ga even op het Nederlands. Wij moeten naar de afstand. Wij moeten... Dat die mensen het idee erachter gaan verstaan. Romans 11 zegt, ik zeg hun dan, zijn zij gevallen dat zij... Aha. Ik pak hem er even bij voor de kijkeraars. Ja. God verbidt het. Maar eerder dat door hun val redding is gekomen tot de naties, tot de heiden, om de Joden tot jaloezie op te wekken. De Joden hadden zaligheid, hadden een oplossing, hadden Jezus Christus. Maar zeiden Jezus Christus niet aan waard. En dus moeten wij... Sommigen wel. Sommigen wel. Ja, sommigen, maar de massa. Maar, moesten, maar wij, die wij Christus hebben, die wij van Christus gekozen zijn, die wij van God gekozen zijn, daarom moeten wij in de wereld gaan en het evangelie overal verspreiden. Wij moeten aan de mensen laten weten dat de enige oplossing of de enige verlossing in deze aarde is door Jezus Christus. En dat hebben wij gekregen van de Joden. En daarom zijn de Joden zo gehaat. Want de Joden hebben de Bijbel in onze wereld gebracht. Paulus was de apostel van de heiden. Hij heeft het woord van God onder de heiden gebracht. En hij was een Hebrew. Hij was een van de... Ik weet het. Van de stam van Israël. Ja. Daarom zijn die van de heiden zo gehaat. En de Romeins-Katholieke kerk is een heidense kerk. En haat natuurlijk de Joden. En wil ze sinds 2000 jaar en langer uitroeien. Want de uitroeiing van de Joden is niet pas sinds de 12e eeuw met de Inquisitie. In de tijd van Jezus begon het al, of weten we niet meer, dat Herodes alle mannelijke kinderen onder de 2 jaar van Israël heeft laten doden, om te voorkomen dat de Messias komt? Zijn we dat al vergeten? En dat Herodes niks anders was als wat de paus vandaag is, en niks anders was als wat Nimrod ervoor was, en Nebuchadnezzar, en Farao, en dat allemaal alleen maar synoniemen zijn voor de antichrist, voor de duivel, de tegenspeler van God. Ik vind dat je dit mooi hebt gezegd. Ik ga nu even het vers oplezen, op zijn Nederlands. Het begin staat in schuinschrift, de struikeling van Israël, het heil der heidenen. Vers 11. Ik vraag dan, dubbele punt, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. Even kijken, naijver is denk ik jealousy. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen?
hoeveel te meer hun volheid. Dat is vers 12. Now if the full... Laat me geen Engels doen, want dan moet jij weer lachen. Romeinen 11, Perry, laat ons daarmee eventjes tot afsluiting komen, want we zijn al een uur en 15 minuten bezig. Ja. Romeinen 11 is een kapitel in de Bijbel dat wij zeker eens een keer moeten gaan bespreken. Mm-hmm. En wat de mensen die zich christenen noemen een keer te harte moeten gaan nemen. Mm-hmm. En zeker diegenen die altijd zeggen van de Joden dit en de Joden dat. Nee, absoluut, ik ben absoluut... Ik kan er emotioneel van worden. Ik hou niet van haat. Weet je wat, Perry? Ik zal graag eindigen met een uitspraak van Eric Arthur Blair. Kom maar. A.K.A. George Orwell. Die Jesuiten getraind was, die meer dan 20 jaar voor de BBC gewerkt heeft en die niks nie geschreven heeft en niks nie gezegd heeft, dat niet van de Jesuiten-generaal goedgekeurd was. Hij zei, the further a society drifts from truth, the more it will hate those that speak of it. Je verder een gezelschap of een maatschappij wegdrijft van de waarheid, des te meer zal het diegenen haten die deze spreken. Dat staat gewoon in de fucking Bijbel. Beter kan ik het niet vertalen naar het Engels en naar het Nederlands. Maar daarmee wil ik je eindigen. En ik ga mij met opzet, mijn lieve luisteraars en kijkers en ook Perry. Ik ga mij voor geen millimeter verontschuldigen voor mijn gebrul en getier. En mijn emotioneel gelees of uitleg van het woord van God. Ik excuseer me niet voor het woord van God. Ik preek het woord van God. Zo als de Heilige Geest het mij ingeeft. En als je daar niet tegen kunt, ga dan elders. En voor de rest. Dat heb je schoon gezegd. En voor de rest wil ik graag op een vriendelijke, lieve, christelijke noot afsluiten. En jullie zeggen. Dat u de waarheid te zeggen de grootste manier van liefde is die kan tot uitdrukking brengen. En als je mijn liefde niet moet hebben, dan moet jij dat weten. En voor de rest dank ik u voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer. En pijns eens na over wat hier vandaag gezegd geweest is. Tjus. Okidoki. Nou mag ik de afsluiting doen. Dat doe ik gewoon op zijn Amsterdams. Maar ik kan ook Duits. Jullie hebben goed geluisterd naar wat hij zei. Dat hoop ik. Want het enige wat we hebben is het woord. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En het woord was God. Het woord was bij God. Luister alsjeblieft naar mensen die beledigend over kunnen komen, omdat ze weten wie de klootzakken zijn. Want er zijn klootzakken. En mensen die andere mensen aanduiden als klootzak, zijn niet per definitie klootzak. Er zijn ook mensen zoals ik en mijn vriend, die je net geluisterd hebt. En die weten wie de klootzakken zijn. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lievers.